Goedemorgen allemaal. Wij hebben natuurlijk een tijdje geleden beloofd dat wij een roomtour zouden doen hier van ons oude huis. Dus dat gaan wij nu doen. Wij gaan aan jullie laten zien hoe ons oude huis eruit ziet. En dan gaan we straks naar Monster. En dan ga ik voor jullie daar weer een nieuwe video maken. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie tot nu toe van het huis al vinden, hoe het er nu bij staat. Nou jongens, daar gaan we. Nou jongens, zo gaan jullie naar binnen. Titi, hallo Lucky. Nou, dan heb je hier de hal. Dan loop je dus zo de badkamer in. Met een hele grote ruime inloopdouche. Hey Jay. Hoi. Dus ja, nog een maandje en dan zijn we weg. Nou, hier heb je gewoon een gangkast zitten. Dus als ik die open doe, dan lekker allemaal troepjes. Dan kun je heel veel kwijt. Nou, dan heb je hier de beauty. Die kennen jullie wel van de livestreams. Beauty. Dit is mijn tokootje. Kijk, oh, dat plafond, jongens. Mooi, hè? Mooi, hoor. Ja. Dus ja, dit is mijn beauty toko. Nou, dan ga ik jullie even de woonkamer showen. Je hebt keuken. Dat is niet de keuken, dat is de woonkamer. Met de tv, want die Ron heeft gemaakt. Ik zit er vier in lopen, kunnen jullie het allemaal net even wat beter zien. Ik weet niet of ik gelijk hoe groot het hier is. Dus het is behoorlijk ruim. Let niet op mijn dressoir, want die is kapot gegaan. Maar goed, die was al kapot op het moment dat we hem al hadden gekocht. Want dat ging niet helemaal lekker. Dat heb ik even omgedraaid hier. Nou, dit is mijn slaapkamer. Heel klein, zoals je kan zien. Dan hebben we hier de serre. Onze rookgebeuren, zeggen we altijd maar. Nou, dan is dit mijn dakterras. Het dakterras is 37 vierkante meter op het zuiden, dus je hebt altijd lekker zonnetje. Oh, wat is dat nou? Oh, die is denk ik gisteren door de storm gecrashed. Dat is nou een beetje jammer. Dan hebben we daar Jay. Dit is Jay's kamer, maar dan gaan we even niet via deze kant erin, maar via de andere kant. Hallo, Lucky Bow. Hey, je zal denken, waar zijn de katten? Maar die heb ik ondertussen al in de kattenmandje gedaan. Nou, dan gaan we die dicht doen. En dan gaan we naar Jay's kamer. Het is niet heel groot. Maar ruimte zat. Daarom heeft hij ook een half hoog slaper. Want dan kan hij er lekker onder. En dan hebben we hier de meldkamer. Hanna, als je groot zei. Zo. En dan heb je daar ook nog een serre. Waar je eventueel ook nog een kast kan neerzetten of een bureau of iets. Jalen moet per se het tijgertje even laten zien. Dat is zijn lievelingsknuffel. Nou jongens, en dat was het alweer. Dit was de roomtour. Niet de roomtour, maar de roomtour. Jalen, heel lief, maar we krijgen vandaag bezichtigingen. Dus ik wil dit even in de wasmand danken. Nou, knopje gaat uit. Kunnen jullie nog één keer kijken? Oh, kijk eens trouwens. Mooi, hè? Mooi, zo. Oh. Dat hebben we trouwens ook op de vensterbanken en voor de tv-meubel ligt dat ook. En uiteraard de rest van de keuken. Het blad heeft dat ook. Kijk, zoals je hier kan zien. TV-meubel heeft het ook. En de plantje. En hier voor het raam ook. En nou, jongens. Box. We doen het even zo. Doei! Ik ben heel benieuwd wat jullie van ons oude huis vinden. En ik ga jullie zo meteen meenemen naar ons nieuwe huis. Hey, doei! En vergeet niet te abonneren en volg ons ook even gezellig op Insta. Doei!